Ik ben Robert Huyf, ik studeer economie en doe mee met het onderzoeksprogramma van de Universiteit Utrecht. Ik ben Iris van Oortmersen, ik studeer communicatiebeleid en management. Sorry. En ik doe ook mee met het onderzoeksprogramma van de Universiteit Utrecht. En ik ben Samuel Fidder en ik studeer geneeskunde en ik doe ook met hetzelfde onderzoeksprogramma mee. Jullie hebben vanuit het onderzoeksprogramma onderzocht hoe het zit met die vertrouwenscrisis over bestuurders in de zorg. Jullie hebben heel veel gevonden, maar hem nog niet opgelost, begrijp ik. Dat klopt. We hebben gekeken naar vertrouwen in zorgbestuurders. En wat eraan ten grondslag ligt en wat eraan gedaan kan worden om dat te verbeteren. We hebben dat gedaan door middel van een literatuuronderzoek. En een groot aantal interviews met zowel zorgbestuurders als een heleboel mensen die daar omheen zitten. Om te komen tot een antwoord. En eerst, voordat je een antwoord kunt geven, wat hebben jullie gevonden? Wat wij gevonden hebben, eigenlijk dat er heel erg gevraagd wordt om integriteit van bestuurders. Maar ook dat het niet een probleem is wat beperkt blijft tot zorgbestuur. En dat kan je zien als een open deur, maar het is wel iets wat voor zorgbestuurders zelf echt van belang is. Dat het iets is dat er vanuit de hele maatschappij een hele sterke vraag is naar echt integere bestuurders. En dat bestuurders ook echt gedacht, woord en daad op één lijn hebben. Die integriteit, staat die der discussie? Ja, nou ja, er heerst gewoon een hele grote sfeer van wantrouwen. En mensen beïnvloeden elkaar daar ook heel erg in. En dat zie je nu ook, dat berichten daarin steeds groter worden. Dus die discussie, die is er zeker. Of het terecht is, dat is dan natuurlijk de volgende vraag. En dat is waar wij ons inderdaad meer in verdiept hebben. Onder andere door interviews te houden met verschillende mensen die daar wat over te zeggen hebben. De hoofdconclusies, wat zijn die van jullie onderzoek? Allereerst kunnen we denk ik toch wel stellen dat het over het algemeen niet zo slecht gesteld staat met het vertrouwen. Er zijn een aantal mensen die heel hard roepen, maar over de brede linie genomen is iedereen redelijk tevreden. En daarnaast, wat hebben we verder nog? Wat een van de grootste conclusies is, is eigenlijk iets wat ik zelf eerst redelijk teleurstellend vond, maar toch dat communicatie heel erg belangrijk is. En dat klinkt een beetje saai, maar en dat is iets wat waar we inderdaad het niet unaniem over eens waren, maar wat toch heel erg blijkt dat het positieve verhaal vertellen echt van belang is, want mensen horen heel veel negatieve zaken. Dat is wat blijft hangen, en dan zou je denken van nou, daar kunnen we toch niks aan doen. Maar toch echt laten horen wat er allemaal wel goed gaat. En laten zien wat er aan resultaten geleverd wordt, heeft toch echt zin. En kennelijk communiceren bestuurders in de zorg nog onvoldoende met allerlei groepen. Jij weet er alles van, want jij studeert communicatie. Ja, nou ja, wat mij vooral opgevallen is dat de balans heel scheef is. En dat komt natuurlijk ook door wat de media eruit ligt. Maar dat is vooral inderdaad wat Samuel al zei, dat negatieve berichten gewoon veel meer impact hebben. Omdat dat out of the ordinary is, dat is wat blijft hangen. En daar kunnen mensen iets over zeggen, daar kunnen ze mensen op afrekenen. En inderdaad, wat wij zouden zeggen is, draag het positieve verhaal uit als organisatie binnen de organisatie. En ja, de hoeveelheid aandacht die daar dan aan besteed moet worden vanuit een bestuurder zelf of vanuit de organisatie zelf is niet evenredig aan wat er, ja, hoeveel aandacht er van buitenaf aan besteden wordt. Maar daarom is het des te belangrijker dat er aan het positieve verhaal juist dat het op een goede manier uitgedragen wordt. Dat mensen dat ook daarover gaan hebben. Dankjewel, onderstudent. Het was mijn grote eer. Bedankt.